a place I go to, but no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Nou, wij werken hierboven bij de Raad voor de Kinderbescherming en wij gaan even wat eten bij de stationshuiskamer. Doet u dat vaker zo even tussendoor? Wij gaan met enige regelmaat een koffietentje opzoeken buiten. Ja. Even eruit. Even eruit. Ja. De Raad van de Kinderbescherming. Voor de Kinderbescherming. Voor de Mooi beroep, of niet? Zeker. Dus als ik begrijp, ik neem aan dat het. Wij zijn geen raadsonderzoekers, wij zijn teamcoaches. Maar het werk wat raadsonderzoekers doen is echt heel mooi en heel nuttig. Ja, zeker. Mooi. Bent u een Arnhems meisje? Ja, zeker. Ja? Ja. Hier geboren ook? Ik geboren in Arnhem-Zuid. Ja. Ja. En toen dacht u als 10, 15-jarig meisje, ik wil bij de Raad van. Nee, dat is niet zo. Daar ging een hele lange weg aan vooraf hoor. Ja. Nee. Ik heb jaren in Rotterdam gewoond en gewerkt en gestudeerd. En uiteindelijk toen ik kinderen kreeg weer teruggekomen naar Arnhem. Want daar en dan moeten die moeders al die ballen in de lucht houden. En een man, en een baan, en kinderen. Ja. Ja. Waarom zeggen ze dat nooit van mannen eigenlijk? Het gaat altijd over die moeders die dan die ballen in de Maar mijn die hebben veel meer net zoveel ballen in de lucht. Ja, dat vind ik ook. Ja, we hebben dat prima verdeeld. Ja. U werkt ook bij dezelfde club? Ja, ook team collega's. Ja, klopt. En wat wilde u worden toen u 10, 15 jaar was? Oh god, dat weet ik niet meer. Weet u niet meer? Ja, zangeres denk ik. Maar ik heb geen zangtalent. Nee, waar bent u opgegroeid? Provincie Utrecht. Uit Utrecht komt u? Ja. Op provincie Utrecht? Ja. En woont u ook in Arnhem? Nee, in Utrecht ook. Oh, je woont? Ja. U gaat op en neer? Ik ga op en neer, ja. Ja, dat hoort er ook bij, denk ik. Ja. Dus, en leuke baan? Zeker leuke baan. Ja. Wilt u nog eens kwijt aan ons als Arnhemmers? Want u werkt hier in het mooie Arnhem. Ja, een prachtige stad. Ja, wat verwacht u? Misschien ook nog. Wat verwacht u van 2019? Zowel 2019. Privé als zakelijk. Oh, heel veel liefde, heel veel vrolijkheid. Mooie coming. Ja. Nee, maar dat is dood, daar gaat het erom. Ja, laten we het allemaal wat lichter maken of voelen met elkaar. Ja. En dat het ook voor onze kinderen mooi mag blijven. Zeker. In deze best wel ingewikkelde maatschappij. Nou, toch? Dit zeg je mooi. Mooi afgesloten, hè? Ja, heel goed. Dames, ik wens jullie een hele lekkere lunch. Jullie ook. Dat je vrouw trots op je. Je doet het hartstikke leuk. Ja, maar mijn vrouw zegt altijd dat ik thuis leuker ben dan. Nee, buiten leuker ben dan binnen. Ja. Nou, hier moet je nagaan. Ja. Oh, je bent buiten leuker buiten, dan binnen. Oh, dat is nee, thuis. Jammer. Ja, dat is heel jammer. Ik wens jullie een hele fijne lunch. Dankjewel. Tot ziens, dames. Ja, okay. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ja, tuurlijk. Maar dan moet ik nou waar gaat u naartoe? Ja. Ik ga naar een presentatie voor mijn promotieonderzoek. U doet aan een promotieonderzoek? Ja. Oké, okay, bent het afstuderen of iets? Ja, nou, zo kan je het niet helemaal noemen, maar promotieonderzoek duurt 4 jaar, dus het afstuderen is pas in het 4e jaar. Dus. Ik ga eerst vragen waar je vandaan komt. U bent geen Arnhems meisje? Nee, ik kom uit Breda. Daar is niks mis mee? Nee. Binnenkort met de carnaval ook? Ja, Breda. Nee. Ja, leuk. Maar u komt uit Breda? Ja. U bent gaan studeren, niet in Breda waarschijnlijk? Nee, in Eindhoven. Eindhoven. Eindhoven, de gekste. Ja. En wat deed u daar voor opleiding? Industrial design. Hoe? Industrial design. Oké. Okay. Ja. En daar bent u in afgestudeerd? Ja. En nu zit u met een promotieonderzoek? Ja, dat is na je master kan je een promotieonderzoek doen van 4 jaar en dat ben ik nu aan het doen. En waar gaat dat onderzoek over? Heel kort. Heel kort het ontwerpen van mensen met dementie en hoe je dat het beste kan doen. Eigenlijk technologisch. Het ontwerpen van mensen met dementie? Ja, voor mensen met dementie. Dus nieuwe technologische ontwikkelingen, hoe kunnen we die vertalen naar de behoeften van mensen met dementie? Kun je daar een voorbeeld van geven? Want dat is best enorm. Want 1 op de 5 heeft zometeen te maken met dementie volgens mij. Of, het wordt ook steeds jonger. Ja. Maar wat kun je toepassing, wat zou je kunnen voorbeeld geven? Dat is best lastig om kort uit te leggen. Maar we zijn bezig met een belevingsruimte die reageert op het individu met dementie dus.
En die zo de kwaliteit van leven eigenlijk kan verbeteren door herinneringen op te roepen of verhalen te stimuleren. Ja, ja. Nou zie je ook vaak dat mensen met het korte geheugen soms er niet is. Hè? En met name dingen van vroeger. Ja. Dus stel dat je, ik ben ook wel een clown zeg maar. Maar als je bijvoorbeeld gaat zingen met dementerende van liedjes van vroeger, van het tuinpad van mijn vader, dat dat dan heel makkelijk boven komt. Ja, en is dat ook een soort beleving natuurlijk. Ja, ja, want we kunnen natuurlijk niet, de dementie kunnen we niet genezen. Of in ieder geval ik niet als ontwerper. Maar wat we wel kunnen doen is inderdaad die positieve herinneringen stimuleren. En daardoor inderdaad die verhalen en helemaal precies, op te boven. Leven. En ja. Die op te halen als het ware. Wat een mooie... Ja, mooi. En technologie, dat is één aspect van technologie. Maar je kan echt veel meer. Ja, ja. En dat gaan we nu dus onderzoeken. Je bent ook dokter anders, denk ik. Of heet het anders? Nee, dat heet anders. Oh. Ik ben ingenieur. Oh ja, IR dan? IR, ja. Ah, oké. Ja, omdat om je met een slimme dame te maken. Ja. Ik wens je succes ermee. Ja, dankjewel. Dankjewel. Succes met je afstuderen ook. Of ja, met je promoveren. Dankjewel. Jij dat, ja, dankjewel hè. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Ik zag u zo wachten. Ik zei, mag ik vragen waar je naartoe gaat? Nou, ik ben eigenlijk aangekomen waar ik naartoe zou gaan. Aha. Dat is Arnhem. Ik kom van Nijmegen. Oké, okay, u komt vanuit Nijmegen naar Arnhem toe? Ja. Daar is niks mis mee. En wat gaat u, mag ik vragen wat u gaat doen in Arnhem? Ik ga met een vriendin shoppen. In Arnhem? In Arnhem. En is het een Arnhemse vriendin? Nee. Ook niet? Nee. Ze komt ook ergens anders vandaan? Ze komt ook ergens anders vandaan. U heeft hier afgesproken? Ja. Ja. En u heeft samen in Arnhem afgesproken. Nou kun je in Nijmegen ook heel mooi shoppen. Dat klopt, maar Arnhem is altijd leuker om naartoe te gaan, omdat ik dat, ja, daar kom ik niet elke dag. Nee, dat snap ik. En Arnhem heeft ook genoeg te bieden. En die heeft, ja, ik vind Arnhem eigenlijk leukere winkels hebben dan Nijmegen. En bent u naar iets speciaals op zoek of gewoon lekker? Nee. Nee, we gaan gewoon iets blauwe hinein. Heerlijk, toch? Ja. En blijft u ook nog een hapje eten in Arnhem? Of gaat... Ja, dat doen we ook nog. We gaan lunchen. Heerlijk. Weet je al waar of niet? Nee. Maar er zijn er genoeg. Ja, meer dan genoeg. Ja, daarom. Te veel. En wat u dan sfeervol vindt, daar blijft u dan even... Ja, we kijken gewoon wat ons bevalt. Ja, wat op het pad komt. Ja. En doet u dat vaker met uw vriendin? Ja, dat doen we vaker. Niet heel vaak, maar zo één keer in... Nou, misschien weet ik eigenlijk niet. Nee. Bent u nog werkzaam? Nee. Al lang niet meer? Of? Nou, nu even kijken. Misschien heeft u wel nooit hoeven te werken, dat kan ook, hè? Jawel, ik heb gewerkt, altijd. Oh ja. En... Komt uw vriendin aan? Nee, ook oh nee. Ik zit te kijken. Oh ja, nee. Maar... Want ik denk dat hij er elk moment aan kan komen. Maar, tenminste, maar u heeft wel gewerkt, maar u werkt niet meer? Nee. En wat deed ik ben u? Met pensioen. En wat deed u voor werk als vrouw? Nou, eigenlijk, ik ben beeldend kunstenaar. En als zodanig blijf ik gewoon doorwerken. Ja, ik dacht maar al, ik heb ook werk gehad in de verslavingszorg. Bij hoe heet dat tegenwoordig? Dierenzorg. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar beeldend kunstenaar, maakt u bronzen beelden? Of, ik maak geen beelden. Nee? Nee, nee. Maar op het moment ben ik aan het tekenen. En daarvoor was het voornamelijk fotografisch werk. Oh, mooi. En verkoopt u dan ook stukken? Ja. Ik denk dat ze het is daar. Ja, ik ook. Ja, ik wens u heel veel plezier met uw vriendin. Bedankt voor het gesprek. Ja. Tot ziens. Dag. Waar ga jij naartoe? Ik ga naar dieren. Kom je ook net van de opleiding? Ja. En wat voor opleiding doe je? Ik doe maatschappelijke zorg. Ik ben nu net een weekje geswitcht voor opleiding. Ik deed voor verzorgende IG. Sorry, hoe? Ik deed verzorgende, de opleiding verzorgende. Ja? Maar ik merk dat deze opleiding meer bij mij past, dus ik ben geswitcht. En kon dat nu dan in deze periode, switch maken? Ja, dat, wel met heel veel geregel en gedoe, maar het is wel gelukt. Oké, okay, want het is ook een mbo-opleiding natuurlijk, hè? Ja. 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 Maar je vond het gewoon niet leuk? Nee. Ja, ik vond het wel leuk, maar het lag me niet zo erg als maatschappelijke zorg. Nee, maar daar kom je pas achter als je het tijdje doet natuurlijk. Ja, ja klopt. Ik doe ook nu een stage in de maatschappelijke zorg. Gehandicaptenzorg heb ik ook een stage gelopen. Dat is wel een roeping, denk ik. Ja, en volgende maand moet daar weer beginnen. En waar loop je stage? Philadelphia. Oh ja, dat is een heel bekende organisatie, ja. Klopt. En wat doe je voor soort werk dan? Mensen begeleiden bijvoorbeeld. Ook met
voor het eten en zo? En, of dat soort dingen? Of dagelijkse bezigheden? Ja, ook activiteiten, eten, ja. ADL. En dat ze ook een beetje in beweging blijven. Dat ze ook dingen doen. Dat ze niet de hele dag alleen maar zitten. En, ja. Ja. Mooi werk. Wegen is goed, hè, voor je. Wat zeg je? Wegen is goed, ja, voor je. Ja, ik spin één keer in de week. Nou, dat is wel heel wat, toch? Ja, nee, maar dat is zeker goed. Als je in beweging blijft, dan blijven je hersenen ook... Ja. Het gaat je goed. Ik hoop dat je een goede keuze hebt gemaakt. Dank u wel. Jij ook bedankt. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. And remember our love.